Hij is wel keurig tweetalig, want hij zingt in de refreinen Engels, Genie, en dan zingt hij in de complete zingt hij Steh auf bitte. Vind ik dat toch wel netjes, vlak voordat hij iemand... Dat is wel een beetje gebiedend, hè? Ja, dat is waar. Steh auf! We gaan even kijken. Naar vieze valkoverhoogd. Oeh, die stem ook van hem, hè? Nou, Tiroler film, dat is nog gezellig, maar dit is gewoon Derek. Derek 2.0. Niemand meer die ik vind, doe iets maar weer! Daar ligt ze al, ze is al dood. Want anders had hij ook nooit al die kaarsen aan kunnen steken, denk ik. Nee. En als niemand anders haar mag hebben, dan ja. Ja. Dan is het van mij. Ja, maar wat heb je eraan als ze daar koud... Nou, die ogen hoeven we ook niet meer te doen, hè? Ja. En dat was toch wel een fenomeen. Valko is nog steeds een groot fenomeen in Oostenrijk. Zijn huis is een bedevaartsplaats in Wenen. Oh ja? Er zijn musicals aan hem gewijd en hij is ook heel rock en roll aan zijn einde gekomen. Hoe? Ja, met de auto het ravijn in. Rock en roll. Van De Bos, Bruce Springsteen, van I'm on Fire, dan is dat toch wel een tikkie dat je zegt van ja, hey little girl. Is je vader thuis? Ja. Weg of, dus ze woont nog thuis. Ben je alleen? Ja, dus ze is waarschijnlijk 16. Want hij heeft zin. Ja, hij zit wel te twijfelen. Je ziet dat hij een beetje gewetensvroeging heeft, maar hij stapt toch.